Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Leuk dat je kijkt naar Excelsior 31 TV. De vierde divisie staat op het punt van beginnen. De eerste tegenstander van Excelsior 31 op de Koelbelt is STV Barneveld.
Teleurstellende 2-2, valse start mag ik zeggen of niet? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Uiteindelijk eerste wedstrijd, we hadden er zin in en je wilt hem winnen. Alleen, we beginnen goed. Alleen na de rode kaart, dan weet je gewoon dat het heel lastig wordt, zeg maar. En we hebben uiteindelijk wel geknokt en ik denk dat dit wel het maximale was van vandaag. Ja, maar gezien de hele wedstrijd denk ik van, we hebben heel veel kansen weggegeven. Zeker. Daar ben ik volledig. Maar daar ga jij aan werken? Daar gaan wij als staf zijn, maar ook de groep gaan aan werken. En ja, weet dat deze wedstrijd erg zwaar was. En ook gewoon een compliment uit mag delen aan STVB. Want ze hebben free fall gespeeld. Ze hebben meer lef getoond dan we van tevoren hadden gedacht. En ja, echt knap hoe zij deze wedstrijd beleefd hebben. En aangegaan zijn. En voor onze jongens een compliment hoe ze na de rode kaart zijn omgegaan met de ruimtes. En met name de tweede helft de wedstrijd door te hebben gemaakt. En proberen in de omschakeling nog gevaarlijk te worden. Dat is ook gebeurd. Daar zijn ook kansen nog uit voortgevloeid. Met een beetje geluk kom je op 3-1 en is die wedstrijd helemaal in de tas. Maar er was veel te veel geweest voor deze wedstrijd. Wij komen goed weg met een 2-2 uitslag. En op naar volgende week AZSV. Wat ook een erg goede ploeg is. Die wint niet voor niks bij VVOG. De eerste wedstrijd daar uit in Harderwijk. Dus daar kunnen we onze bos weer nat maken. Zo speelt Excelsior 31 de eerste wedstrijd gelijk in de vierde divisie. Volgende week gaan we op bezoek bij AZSV in Alten. Voor nu een heel fijn weekend. Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen.